Dat is wel een lekker nummertje eigenlijk, hè? Ja, heerlijk. Oh. Dit trouwens ook. Oeh, lekker. Nou, dat mag gedanst worden, hoor. Mooi. Dan ga ik nu iets doen waarbij jullie gemengd zullen reageren. Oh jee. Ik hou deze emmer omhoog. Ja. En dan duikt Imke gelijk half onder de tafel waarschijnlijk. De dilemma. Oei. Maar jij weet waarschijnlijk niet precies wat het is. En, nou, als het een dilemma heet, dan denk ik al wel een beetje wat er te wachten staat. Maar leg het uit, want misschien interpreteer ik het verkeerd. Het is sowieso een hele sneuwe dilemma vandaag. We zijn met z'n drieën. We gaan alle drie zo meteen een briefje eruit pakken. Maar er liggen maar vier briefjes nu in. Hij is bijna leeg. Maar weet jij wat erin zit? In die zin dat ik ze wel gemaakt heb, zeg maar, de briefjes. Ooit lang geleden? Ooit lang geleden, ah, okay. Ja. Toen hij me nog vol zat. Er zijn, even in het kort. Er kunnen drie opties uitkomen. Truth, dare of dilemma. Oké. Nou, bij truth staat er een vraag op die je eerlijk moet beantwoorden. Bij dilemma zet er een dilemma op waar je iets uit moet kiezen. En bij dare staat er een opdracht op die je moet uitvoeren. Oké. Nou zijn er de afgelopen weken al best wel heel wat gênante opdrachten voorbij gekomen. Imke moest bijvoorbeeld zo hard schreeuwen als ze kon. Miguel die moest bijvoorbeeld met zijn kleren aan onder de douche en dan filmen voor Instagram. En andere opdrachten zijn iets eten uit de koelkast. Ik moest een keertje om een paal dansen, zeg maar. Een onzichtbare paal. Hoe dan? Je number neighbor bellen, dat soort dingen. Heel veel gênante dingen zijn voorbij gekomen. Ik weet oprecht niet wat er nog in zit. Of er überhaupt nog een der in zit. Ik hoop het niet, want die vind ik niet leuk. Ik vind het alleen leuk als iemand anders. Ja, dan zijn ze leuk. Oh god. Maar Nelleke. Oh, is de eer aan mij? De eer is aan jou. Want jij bent nieuw. Nou, kom maar op met dat ding dan. Oh, er valt er al eentje uit. Dan pak ik die. Mag ik eerst voorlezen wat het is en daarna wat erop staat? Oké, nou, dit valt mee. Gelukkig. Is het een true dare of dilemma? Een truth. Oh, dat valt inderdaad sowieso al mee. Hij is redelijk tam, dus ik stel mezelf gerust. Maar roep niet te hard, want als we soms allemaal geweest zijn, is er nog één briefje over. Oh jee. Oh, jij hebt spannende plannen. Nou, bedenk ik even de plek nu, maar ik vind het wel leuk. Nou, mijn vraag is, welke sporten heb je ooit beoefend? Nou, wat heftig. Nou, die vind ik heel spannend. Ja. Nou, ik heb niet op paaldansen zonder paal gezeten, dat niet. Nee, alleen met. Nee, ook niet. Was het maar zo'n feest. Heb ik wel gedaan paaldansen? Sorry, maar het gaat even over jou. Het is best wel zwaar, hè? Ja. Nou, ja. wat heb ik gedaan? Ik heb mijn hele basisschool lang heb ik op gymnastiek gezeten, op turnen. Daarna heb ik nog een jaar op basketbal gezeten. Daarna heb ik nog een jaar op badminton gezeten. Ik heb ooit nog een half jaar Zumba gedaan. En toen heb ik nog een jaar later, na 10 jaar stilgezeten te hebben, heb ik nog een half jaar gebadmintond. En nu ben ik aan het hardlopen, maar dat doe ik zonder les. Dat is het eigenlijk. Oh, ja, met alle respect, maar ook niet echt super spannend. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet spannend. Nou. Sorry. Dan gaan we gauw door de Imke, denk ik. Nou, succes. Dank je. Een der. Dan gooi ik me gewoon terug en pak gewoon een andere. Een dilemma. Oeh. Nooit meer vakantie of nooit meer weekend? Ja, dan nooit meer vakantie. Want nooit meer weekend, ja, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Ja, absoluut. Eerst werd ik ook onregelmatig. Ja. En toen had ik ook niet zoveel. Dan heb je ook wel weer veel met het weekend, omdat iedereen dan vrij is. Maar nu werk ik dus regelmatig. En dan merk ik wel echt dat je dan echt toeleeft naar het weekend. Terwijl het ook weer niet helemaal goed is, denk ik. Maar daardoor wordt het weekend wel belangrijker. Nou, kan ik wel begrijpen. Ja, je hebt af en toe je dus nodig, toch? Precies. Je moet af en toe even bijtanken. Nou, oké. Ik heb hier. Ik maak de emmer even leeg. Maak jij de emmer even leeg? Kijk, hij is leeg. Spannend. Ja. Volgende week is hij weer gevuld, hoop ik. Miguel, volgende week is weer gevuld. Miguel, je hoort het. Ik heb twee briefjes. Ja. Eentje ga ik zelf opmaken, de andere ga ik zo meteen verloten onder jullie. Verloten? Oh, ja. Ik dacht eigenlijk dat die al voor jou was. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar die voor jou was ook best wel tam. Oké, kom maar op. Komt u maar. Ik heb een dilemma ook. Oh. 50 uur niet eten of 50 uur niet slapen? Zo. 50 uur niet eten. Sorry, het is jouw dilemma. 50 uur niet eten. Ja, ik ook, absoluut. Ja, dat is meer dan 2 dagen natuurlijk. Dat is best wel lang eigenlijk. Maar 5 uur niet slapen, als je gewoon even een dik feestje gaat. Nou, dan kun je 50 uur wel niet slapen. Maar ik heb wel eens al regelmatig zeg maar momenten meegemaakt dat ik zeg maar over de 24 uur heen ging. Daar heb je het wel moeilijk mee hoor. Ja, ik kan het gewoon niet. Ik kan het niet. Als je heel lang niet slaapt, ga je op een gegeven moment ook hallucineren, toch? Ja.
En, ja, dat lijkt me niet zo heel fijn. 50 uur, ik spreek uit ervaring, ja niet 50 uur, maar ik spreek uit ervaring dat 50 uur echt extreem lang is. Dus dan... Ja, wat Imke zegt is ook wel waar. Als je naar een goed feestje gaat... En ja, maar de meeste mensen die dat doen, die hebben ook wel... Ja, dat zou ik niet zeggen. Als je wat hulpmiddeltjes gebruikt, dan lukt dat meestal maar wel. Dat mag volgens mij niet, daar staat het niet bij. Het staat er niet bij. Maar, lifehack, als jij nou 50 uur niet eten kiest en je gaat slapen 50 uur lang, dan merk je er weinig van. Ja, maar wie kan dan nou 50 uur achter elkaar slapen? Nou, wel op bed lekker ronken en omdraaien, nog een keer slapen. Ja. Ja, maar, dan krijg je op, maar op een gegeven moment krijg je zo'n hongerklop dat je daar niet meer van kan slapen, denk ik. Ja, maar ik denk dat je op een gegeven moment overheen gaat. Nou, ik denk dat je dan gewoon zo slap voelt. Als je denkt van, ik wil mijn bed niet meer uit. Ja, dat zou ook. Nou, je hebt mensen die helemaal niet meer eten. Die leven dan van prana of zo. Die leven dan van het zonnelicht. En van, ja, dit extra goor. Die drinken hun eigen urine. Want ze drinken wel. En dan drinken ze hun eigen urine, want daar zitten bepaalde... Ja, en die man die komt ook best wel vaak op bij van die... Oh, je kent hem ook weer. Ja, en dat is best wel een grote, brede man. Klopt. En die eet dan gewoon helemaal niet. Dan denk ik, hoe kan het dat jij er nog wel zo uitziet? Ja, dat vind ik echt bizar. Dat is heel gek. Ik snap het ook niet zo goed. Nee. Ik zou ervan te kijken dat het niet in gelukszoekers voorbij is gekomen. Komt niet uit de omgeving, denk ik. Dames, ik heb een dobbelsteen. Oké, ja. Ik ga zelf gooien. Oh, jij gaat gooien. No cheating. Jij bent oneven, jij bent even. Oeh, oké. Prima. En ik gooi... 5. Uiteraard. Excuus. Jij hebt gewoon vals gespeeld. Jij wil. Nee. Oh, oké. Dilemma. Nooit meer ontbijten of nooit meer dineren? Nou. Ik moet zeggen dat de start van het dilemma wel heel tam is. Ja, hij is echt heel tam. Ja. Maar nooit meer ontbijten. Ik vind het wel een hele moeilijke zelf, eigenlijk. Want ontbijten vind ik echt heel gezellig. En heel, gewoon echt... Een lekker moment. Maar dineren is natuurlijk wel iets meer. Dus je kunt beter zonder ontbijt dan zonder diner. Maar goed ontbijt is zelf werk. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja. Dan ga ik toch voor nooit meer ontbijten. Ja, maar als je nooit meer dineert, dan ga je eigenlijk altijd met honger naar bed verschijnen. Ja, dat is ook niet chill. En zeg maar, met diner kun je alles eten. Want bij een diner hoort soep met brood. Ja. Maar ook een toetje, dan heb je ook weer bijvoorbeeld yoghurt en zo. Dus alles wat je bij het ontbijt eet, kan je eigenlijk ook in het diner voorgieten. Wat een goeie. Jij hebt hierover nagedacht. Ik denk dat we daar mooi mee kunnen afsluiten. Precies. Trek erom. Zometeen de popular songs. En ik heb me toch een pareltje mee om in zijn geheel te draaien. Oeh, ik ben benieuwd. Maar eerst even dit.